Ja, Kootwijker Broeken bracht niet wat we gehoopt hadden daar. In ieder geval, kijk, we rijden de M, we moeten de vaardigheid wat sneller doen. En we hebben geprobeerd de vaardigheid ook wat sneller te rijden. Maar het liep van meteen al niet eigenlijk. Dus daarnaast hadden we ook nog 4 ballen. Dat we over tijd waren, dat een beetje gegeven. Er waren heel veel mensen over tijd daar. Niet alleen de dames. De dressuur gaf precies wat we zelf op de kar ervoeren, om het zo maar te zeggen. Daar zaten we dingetjes tussen waarvan we zeggen, kijk, dat is mooi. We hebben een hele mooie punt hoor. Maar goed, als je dan een 2 krijgt voor achteruit gaan wat je niet doet, dan trekt dat het gemiddelde flink naar beneden. Waarom gingen ze niet achteruit? Monte was gewoon de broeken vergeten. Ik ga allemaal niet geen excuses bedenken. Winners train, losers complain. Dus daartussendoor hadden we hele mooie punten. Geweldig, mooi, leuk en aardig, machtig mooi. De marathon zelf, ja jongens, iedereen die daar geweest is weet natuurlijk zelf wel, er zitten wat technische hindernissen tussen die anderen krap noemen. Nou, wij blijven het gewoon technisch noemen wat dat betreft, dat is gewoon leuk en aardig. Over en uit, sloes, dat is het hem. We hadden ervoor gekozen om er wat langere lijnen op te zoeken, heel technisch, krap is ook maar wat. En daartussendoor 2 waterbakken, prachtig mooi voor het water zijn we in die bank, konden we mooie lange lijnen doen om de paarden toch weer wat... Ja, wat lucht te geven in de mond even, want ik denk, ja, het wordt wel douwen en trekken. Nou, het viel meteen inderdaad in hindernis 1 al een beetje tegen. Dat we heel even vastkeurig opgelost van op de bok, moet ik eerlijk zeggen. Allemaal kijken, perfect voor elkaar. Hindernis 2, kleine geitje gekeken van, jongens, we doen iets langer een lijntje toch. We willen niet nog een keertje vaststaan. Krijgen paarden een hekel aan, hè. Nou, die liep ook perfect wat dat betreft. Hindernis 3 was een waterbak, die ging geweldig. Mooie lange lijnen, lekker plonsen door het water. Dat vinden die blaadtoppers geweldig. Hindernis 4, nou, de Kapberg hebben we voor iets andere lijnen gekozen. Toch ook te zeggen, van we maken er een lange lijntje van. Het is niet anders. Hindernis 5 is wederom een waterbak over de bruggen eronder door. Schitterend mooi, lange lijnen, niet dat getrek. Want hindernis 6 moest er nog aankomen. En daar stonden we ook heel eventjes, heel klein beetje vast. Ook weer keurig opgelost vanaf de bok. Keurig net de blaadtoppers. Super trots op onze paarden die zo rustig blijven. Die vanaf de bok toch wel met een klein rukje en een stemhulpje de boel zelf konden lostrekken. Strengetje over zo'n paal. Ik vind het wat ik vind geweldig van mezelf, van Jonna, van Kevin. Maar vooral van die blaadtoppers. Super mooi. Nou, het is natuurlijk een schitterende mooie wedstrijd geweest. Absoluut door de familie Pater. Top georganiseerd op een schitterende accommodatie. Daar gaan we het niet over hebben. Dat staat buiten kijf. We hebben genoten. Het heeft ons alleen qua winstpunten niet gebracht wat we ervan hoopten. Nou, dat is niet anders. We gaan, de volgende stop is over anderhalve week, 14 dagen. Kronenberg, de ham ging niet door. In Kronenberg, wij hopen dat we daar iets meer kunnen laten zien van wat we kunnen. We gaan eraan trainen, we gaan oefenen, we gaan broeken zoeken. En ik zeg, we gaan ervoor. Ik zou op het laatste moment nog even, maak nog even een selfie met de vrachtwagen, het magazine, dit blad. Hoeft niet leuk, hoeft niet origineel, hoeft niet super. Maak een selfie. Mail hem naar hevu.nl en zorg ervoor dat je die 50 euro wint. Want dat is toch altijd meegenomen. Er zijn nou altijd mensen die om hooi moeten zeuren.